In Enschede komen ze met een vuurwerkalternatief tijdens de jaarwisseling. Ja, een vuurwerk afsteken, dat mag natuurlijk niet dit jaar. Maar is er dan om 12 uur nou echt helemaal niets te beleven? Nou, voor zover bekend is Enschede de eerste stad die met een grootschalig alternatief komt. Ze willen een lichtspektakel boven de stad, dus rond middernacht. Dat dan vanuit de hele stad voor alle 160.000 inwoners goed te zien is. Ja, hoe gaaf is dit? Die beelden zijn dus alvast vrijgegeven door het Enschede promotieteam om te laten zien wat dan precies de bedoeling is. En ze gaan dan al vanaf 22:30 s'avonds van start. Hè? En dan om 12:00 is er echt een soort aftelmoment. En tot 2:30 s'nachts zijn die lichtstralen, die laserstralen boven de stad te zien. Vanuit de tuin, hè? Dus vanuit je eigen huis kun je dit dan bewonderen. Het is wel tot op het laatste moment spannend of het ook echt doorgaat. Want als er te veel mist is, moeten ze het alsnog aflasten. Dus nou, duimen daar in Enschede dat het met die mist meevalt. Ja, Eileen, mensen in Enschede hebben geluk, of niet? Ja, nou, ik vind het wel een goed alternatief, eerlijk gezegd. Feestelijk, voor iedereen, oud, jong, niemand hoeft bang te zijn. Niet iets om te moeten handhaven of iets dergelijks. Dus ja, heel goed bedacht van Enschede, zeker.